Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan vandaag een wafelsteek maken. En deze steek is erg geschikt voor kussens of voor babydekentjes. En we gaan dadelijk eventjes uitrekenen hoeveel steken je nodig hebt voor een kussen. Ik heb hier een proeflapje gemaakt. En ik ben begonnen met 35 steken, deelbaar door 3, dus 30 plus 5 voor de opzetlus. En dit is 19 centimeter. Dus als je een kussen wil maken van 40 centimeter, dan zet je 68 steken plus 5 voor de opzetlus, is 73 steken op. Ik heb een oud bolletje gevonden, dus de prijs zal niet helemaal goed zijn, de Royaal. En met haaknaald nummer 4. Dit is voor 3,5, maar ik heb haaknaald nummer 4. Om de steek uit te leggen, zet ik gewoon eventjes een opzetlus op, zoals je dat normaal doet. En omdat ik het nu aan het uitleggen ben, zet ik deelbaar door 3, dus 15. 15 steken plus 5 op. Dus 20 steken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dit is puur even om de steek uit te leggen. Je begint het eerste stokje omslaan in de derde losse. En deze eerste rij maak je gewoon alleen maar stokjes. Het mooiste is als je de eerste rij altijd twee lusjes pakt. De eerste rij hoef je alleen maar stokjes te maken en dan beginnen we dadelijk met de wafelsteek. Om het werk te keren doe je eerst 3 lusjes.
En dan keer je het werk. En dan begin je het derde stokje met een reliëfstokje. Je telt dit stokje mee. Je maakt nog één gewoon stokje. Dus dit is de tweede. En het derde stokje wordt een reliëfstokje. En een reliëfstokje is dus, heb ik al eerder uitgelegd in de boordsteek. Je steekt niet hier in het V'tje in, maar je steekt achterlangs het stokje. Omhalen, doorhalen. En je maakt een stokje. Dan doe je weer twee gewone stokjes in het V'tje. En dan doe je weer in de derde een reliëfstokje. Voorin steek je, gaat achterlangs het stokje. En je maakt weer twee gewone stokjes. Omhalen, voorin steken, achterlangs het stokje. En twee gewone stokjes. Omhalen. En weer twee stokjes en weer een reliëfstokje. Twee stokjes. En een reliëfstokje. En die eerste lus, die haak je even als een gewoon stokje. Die steek je in de bovenste lus. Dan met drie lossen. Dan keer je het werk. En dan zie je dat dit de achterkant is. Kijk, dit is de voorkant. En dan is dit de achterkant. En de achterkant, dan ga je dus precies de andere kant op. Dan maak je van dat ene reliëfstokje een gewone eigenlijk. Een gewoon stokje. En de gewone stokjes pak je erop als een reliëfstokje. Dus aan de achterkant doe je één gewoon stokje en twee reliëfstokjes. Een gewoon stokje. 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 En twee reliëfstokjes. Een gewoon stokje. En twee reliëfstokjes. Ook die laatste pak je gewoon als reliëfstokje. En je doet weer drie lossen. En je keert het werk. Kijk. Ik zal er nog een paar doen. 1. De voorkant doe je weer dus andersom dan de achterkant. Dus 1 gewoon stokje. En hier zat een reliëfstokje. En je volgt gewoon het patroon. Nu hoef je gewoon het patroontje te volgen zoals het als je het opgezet hebt.
Dan zullen we er nog één doen. En dan een hefstokje. En dit is de wafelsteek. Ik hoop dat het goed uitgelegd is en dat jullie je abonneren op mijn kanaal. En dan heb je dit resultaat. Heel veel succes en tot de volgende keer. Dankjewel voor het kijken.